Oké, zoals beloofd ben ik hier met een Nederlandse commentary. En het voelt best raar aan, maar ik had het beloofd een paar dagen geleden in de comments. En ik dacht, ik zal het ook maar doen. Want een paar maanden geleden heb ik de kans gehad om een Nederlandse duo-commentary te doen met Shotalit.nl, waar de meeste van jullie waarschijnlijk vandaan komen. En dat was toch heel plezant. En vele van jullie zijn gebleven. En dat verrast mij toch wel. Dus ik dacht, ik ga jullie belonen. En ik had het beloofd. Dus we gaan toch eens proberen vanaf nu af en toe eens een Nederlandse commentary te doen ook. Misschien word ik dan beter in Nederlandse commentaries. Want ik kan me wel voorstellen dat deze niet zo vlot klinkt. Maar ik ga toch ook proberen algemeen Nederlands te praten. Want ik ben van rond Gent in België. Dus ik heb toch al een Oost-Vlaams dialect. Maar ik ga toch proberen om niet te veel dialecte woorden te gebruiken, zodat de Nederlanders mij toch ook verstaan. En een paar mensen hebben al gevraagd of ik drietalig ben, want België is drietalig. Wij spreken Nederlands, Frans en Duits. Duits, daar ben ik niet zo goed in. Ik leer dat op school. Ik heb dat 2 of 3 uur per week, ja. Maar daar ben ik niet zo goed in. Dat ligt me niet echt. Maar ik kan best oké Frans, want ik heb 5 uur per week Frans al 7 jaar. Dus ik zou dat best moeten kunnen en dat lukt wel. Maar ja, ik voel me toch het meest op mijn gemak als ik Engels mag praten. Want Engels is toch mijn favoriete taal. Ik ben daarmee opgegroeid. Iedereen is daar een beetje mee opgegroeid in België en Nederland, denk ik. Met al de Engelse films, Engelse sitcoms en tv-shows en al die een bazaar. En dat is dialect, sorry. Al die nonsens. Klinkt al beter. Maar ja. Engels, dat ligt mij gewoon beter. Ik vind dat een heel toffe taal om dingen in uit te leggen. En ik kan mij daar beter. Ik kan dingen mij beter, ja, mijzelf uitleggen in het Engels, denk ik dan. En ja, ik vind dat gewoon een taal die tof klinkt en die veel gesproken wordt. Dus het is wel handig om Engels te kennen. Maar vele mensen denken dat ik al Engels kan spreken al lang, maar dat is echt niet zo. Zoals hetzelfde denk ik dan bij mensen zoals Fatal Dutch, die al heel lang Engels praten in commentaries, maar. Ik ga eens een link posten in de description als ik het niet vergeet. Of in de description, wat is dat eigenlijk? De descriptie, is dat Nederlands? Ik weet niet goed. En ja, ik ga toch eens een link posten naar een van mijn eerste commentaries. Je zal wel horen dat mijn Engels nooit echt, wel niet van in het begin, echt goed is geweest. Want vele mensen denken dat dat exceptioneel is dat ik goed Engels kan. Maar dat is gewoon omdat ik dat vaak doe. Ik praat. Wow, meerdere keren per dag Engels tegen Engelsmannen en in commentaries. Dus daarmee is mijn Engels best goed. En dat is denk ik bij de meeste Nederlanders die Engelse commentaries maken. En vele mensen denken dan dat dat zo speciaal is. Maar moesten jullie elke dag Engels praten, zouden jullie ook wel gewend raken aan het accent en zo. Het is dan niet. Maar ja, ik weet niet waarom dat we eigenlijk besloten hebben om Engelse commentaries te beginnen. Ik ben er wel mee opgegroeid en mijn Engels was oké. En ik dacht dat mijn Engels beter was in het begin. En vanaf dat ik dan Engelse commentaries ben beginnen doen, helemaal in het begin, een jaar geleden al, meer dan een jaar geleden al, dan was het eigenlijk een beetje verontrustend, want ik dacht dat ik dat nooit ging kunnen, maar als je dat vaak praat, dan lukt dat wel. Dat is bij elke taal zo. Moesten we allemaal 2 jaar in Frankrijk gaan wonen, dan konden we allemaal wel Frans na die 2 jaar, denk ik. En ja, ik voel mij veel comfortabeler in het Engels, omdat ook bijna iedereen in de community dan Engels praat in hun commentaries. En ook voor ik dan zelf commentaries maakte, keek ik naar ja, wie Mr. Fantasmo, Hutch, Scene-Enders, alle grote mensen en die praten natuurlijk ook allemaal Engels. En ja, ik vond dat wel leuk, dus ook is iets anders voor mij. En het heeft me al geholpen op school natuurlijk ook, want vroeger waren mijn spreekbeurten niet zo goed als ze nu zijn in het Engels. En ook gewoon over het algemeen, want ja, public speaking, praten in het openbaar is toch gemakkelijker gaan, nu dat ik weet dat. Ik realiseer mij dat wel als ik elke keer als ik een videootje upload, dat er veel mensen kijken. En ja, dat is wel leuk voor mij en Astro natuurlijk, dat veel mensen elke keer kijken naar ons. En soms is dat toch wel een beetje ja, nerve-wracking. Kijk, ik heb altijd de neiging om Engelse woorden te gebruiken, omdat ik dat gewoon ben. Het is raar om Nederlands te praten met deze micro op mijn hoofd, of deze headset zou ik moeten zeggen. En ik heb ook vaak voor, als ik, dat is raar, want nu dat ik veel Engels praat, heb ik soms zelf voor in het Nederlands, als ik gewoon in het Vlaams praat tegen mijn vrienden, dat ik dingen letterlijk vertaal uit het Engels, zoals dat ik vandaag nog op de lijn heb gezegd. Ik wou on the line vertalen, iets dat belangrijk is. En ik zei op de lijn, ik weet niet waarom, dat is altijd zo raar en gênant. Maar ik zal ermee moeten leren leven. En ja, misschien ga ik het wel gebruiken. Ik zou wel eigenlijk graag zo in een land gelijk Amerika of Engeland wonen. We zijn over het laatst in september met school naar Londen geweest. En ik vond dat heel gemakkelijk, want ja, het enige ambetant is dan dat mensen vragen om aan mij om dingen te vertalen. Maar dat viel best mee en ik vind dat dan tof om een keer met Engelsmannen te kunnen praten in het Engels. En ja, dat is altijd wel leuk. Ze dachten, het waren een paar mensen die dachten dat ik Amerikaans was, dat eigenlijk wel een compliment is natuurlijk, want mijn geboortetaal is niet, totaal niet Engels. Ik praat niet Engels vanaf mijn 3 jaar of zo. Dat is pas begonnen toen, eigenlijk toen dat, vooral toen dat mijn broer
naar sitcoms eens beginnen kijken voor de Vlamingen onder ons op VT4, dat is een tv-kanaal. En ja, zo is dat eigenlijk begonnen en ik vond die shows wel tof en vandaar komt dat dan maar. Ik denk dat de gameplays hier stilletjes aan... ja, ik ging weer iets uit Engels vertalen. It's winding down. Het komt op zijn eind. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik ga proberen toch af en toe de Nederlandse commentary te doen ook. En ik vond het eigenlijk best leuk. Het is iets anders. Maar ik voel mij toch iets meer op mijn gemak in het Engels. Maar als je het leuk vond, duimpje omhoog. Dat klinkt zo raar, hè? Duimpje omhoog. Als je het niet leuk vond, duimpje omlaag. En laat iets achter. Vertel mij wat je leuk vond, wat je niet leuk vond. Ik ging weer Engels beginnen. Het is echt raar. Maar ja, toch bedankt voor het kijken. Dat betekent veel. En tot de volgende keer. Salut.